We zijn te gast op landgoed De Hoge Roy in Meerle. Het is het landgoed van Lionel van de Boogaard, alias Lionel Woodstockje. En hier gaat binnenkort een speciaal evenement plaatsvinden. Een festival eigenlijk. Vertel eventjes wat er allemaal gaat gebeuren en wanneer. Ja, we zijn eigenlijk een kunstenfestival. Dus we zijn muzikanten en plastische kunstenaars die samen gestart zijn. We gaan voor het zesde jaar. En het gebeurt de 25e juni aanstaande. Maar iedereen kan natuurlijk de dag ervoor komen kamperen ook. Vanaf 12 uur en dit tot de maandag. En dan zitten we met een kunstenaarsparcours. Dus dat zijn beelden die geplaatst zijn in tussen de bomen. Er zijn wel schitterende plaatsen hier. En dan zitten we ook met ons muzikaal programma. Met een namiddagprogramma van 2 tot 6. Dat gaat van tovenaars tot dichters, Nederlandse dichters. We hebben best wel veel Nederlandse kunstenaars die hier rondkomen. En dan onze live stage die om 18 uur begint. En dit toch met wel grote namen zoals Walter Lavent, Jan de Bruin. They call it Stormy Monday. But Tuesday just as bad. I swear he ain't got no sense. And I said, yeah, he's going to town. I warn you, he will let you down. Did you hear about a mighty Maar daarna hebben we wel nog een DJ en ik hoop wel dat iedereen aan het dansen geraakt. Ja. En die mensen die hier kunnen blijven slapen op de kampeergelegenheid hier, kan dat maar 1 nacht of kan dat 2 nachten? Die kunnen dus 2 nachten. Dat kan 3 nachten. Dus dat gaat van de vrijdag 12 uur tot de maandag 12 uur. En dat stel ik iedereen voor, want de omgeving is dus heel, heel mooi. En iedereen mag hier tussen de bomen kamperen waar dat hij ook wil. We voorzien natuurlijk de nodige accommodatie, dus toiletten en zelf een warme douche. Geweldig. Kun je iets zeggen over voorgaande jaren? Want het bestaat nu, hoeveel jaar? Voor het zesde jaar. We zijn heel amateuristisch begonnen, het eerste jaar. En dan hadden we 250 mensen die zijn gekomen. Gelukkig niet meer, want we waren daar werkelijk niet op voorbereid. En nu vermeerderen we ons aantal bezoekers, werkelijk zo. Nu, vorig jaar zaten we gewoon een dikke 1000 mensen. En ik hoop natuurlijk nu veel mensen uit Breda tot hier geraken. Dus ja, je hebt hier vorig jaar nog Armand gehad. Ja, helaas overleden, maar dat was natuurlijk wel... Ja. Nee, ik kan er geen fierheid over trekken, maar dat was zijn laatste concert in België.
Wees braaf. Kun je niet braaf zijn? Wees voorzichtig, hè? Oké. En verder, neem het leven niet te serieus. Je overleeft het toch niet. Tot ziens. Zie je elkaar niet meer. Jullie ook van een prettig leven verder. Hou je. Ik heb trouwens zijn portret geschilderd en die hangt nu boven de festivalweide op de gevel van het huis. Maar, Soort aandenken. Ja, en we organiseren dan ook nog eens een kunstveiling. En dit in samenwerking met onze galerij De Laro hier in Meeren. En we hebben dus een veilingmeester en we doen het ergens op een theatrale manier. Gaan we dus onze doeken en beeldhouwwerken veilen voor Woodstockje. Voor onze muzikanten beter te betalen. Ja, oké. Okay. Ja. Maar wat ik nou ook begrijp is dat jij nog steeds mooie kunstenaars zoekt om hier hun werk te komen maken of iets te maken en dat hier te brengen. Ik weet niet wat je daarmee van plan bent. Hoe gaat dat dan? Wel, absoluut. Maar het groeit ook elk jaar. Maar ik ben nog steeds op zoek naar mensen die bereid zijn dus een interventie van een beeldhouwwerk te plaatsen in de natuur zelf. Ja. Okay. En je wil heel graag dat er Bredase kunstenaars zo komen, hè? Ja. En daar wil je mee in gesprek gaan, dan, ja, denk absoluut. Ik. Absoluut. En die kunnen mij steeds contacteren, dus op woodstockje.com of telefonisch ook. Al die informatie is er. Maar ik had heel graag, ja, wel samenwerking met de Bredase Academie of de Bredase kunstenaars. Want ja, er zijn er best veel, geloof ik ook. Ja. Ik sta hier met Walter Lavent onder een prachtig zonnetje aan de bar in Wording. En we gaan het eventjes hebben over de programmering waar hij mee te maken heeft. Walter, voor de hoeveelste keer ben je nou betrokken bij dit Woodstockje Festival? Dit is het vierde jaar dat ik meewerk binnen de organisatie. Wat is je taak zoal? Nou, vooral het technische gedeelte, dus geluid voor het podium en alles wat met de bands te maken heeft. En het is gewoon een grote ploeg die zorgt dat het weer iets heel apart is. Niet het doodsnee festival zoals we het kennen tegenwoordig. En jij bent zelf ook aanwezig, hè, als muzikant. Je speelt zelf ook. Ja, ik heb dan weer twee petjes op. Eén moet ik het geluid natuurlijk ook verzorgen. En als ik dan zelf met mijn goede vriend Jan en Deborah Jacob speel, ja, dan gaat het andere petje op. Niet altijd makkelijk, maar wel leuk. Dat is wel heel leuk voor publiek uit Breda, want het is toch wel een soort van ons kent ons feestje. Oh ja, dat zeker. In de afgelopen jaren is de toestroom uit Breda al een stuk groter geworden, waar ik heel blij om ben. Want zo zie ik mijn oude vrienden uit Breda nog eens een keer in een andere omgeving. Ik denk dat het toch wel voor heel veel mensen een bijzondere ontdekking is. Ja, zeker. Want de omgeving is ronduit fantastisch. Ik bedoel, de plek waar Lionel woont is een stukje hemel op aarde, midden in de bossen. En ja, de omgeving en de entourage, het is een beetje toch het idee van het oude Woodstock. Niet alles mag, maar veel mag. Nou, laten we hopen dat het in ieder geval niet gaat regenen zoals op het oude Woodstock. En als we van het weer treffen zoals het vandaag is, dan mogen we niet mopperen. Jullie niet mopperen, wij niet mopperen en de baromzet ook niet mopperen, neem ik aan. Dus bedankt Walter voor je toelichting en ik zie je wel. Ja, we zien elkaar. Oké. Bedankt.